er een knife naar de bij is, dan gaan ze met fire. Je hoort er niet hoe je werkt. Ik hoort niet mijn werk niet. Je is laat. Ik hoort niet werk. Alsjeblieft, groot. Ik is definitief werkloos, heel moeilijk huisloos, bijna penniloos en geheel en al planloos. Goedemorgen. Wat de hel, ouw? Can you take me to Harrington Earth, please? Ik heb al je gigs voor de volgende paar weken gecanceld. Je moet songs schrijven. Je loopbaan is op een meespunt. Kom zoek een dorp waar je die zee kan horen, niemand je gaan kennen. Pamina? Ik heb het serieus gedaan. Ja, dat plat. Ik heb iemand zo in die voorbij gaan op met een meisje met een donkere bab. Wat? Ik wonder sommer wie ze is. Zo, jij is niet terug bij huis omdat je al weer van je eigen embarrassing gedrag moet vluchten. Dat is raar, hè? Mina, ons allemaal kruis hier, en ons allemaal maaks hier, maar ons is niet ons fouten. Nee, so, jij hebt ook niet gekomen voor zielig en sardinkies, man. Sadie. Ik zoek hier een leeuw praat. Ik was die enigste idioot wat niet geweten het nie. Tragiese saak van Pamina Vermaak. So, dit was 'n boek wat 'n joernalis aan die Klopper geskryf het, baie bekende joernalis, topverkoper, ek weet hy het baie goed gedoen, ek het dit raak gelees actually, en ook oorgesit in 'n fliekie vir ons, so die wat te lei is om 'n boek te lees. Jy weet, ons hou meer af van prentjies, jy dink aan prentjies, jy kyk na prentjies. So ja, een paar awards gevat by die Silver Skermfees, beste actrice vir Carla Smit, cinematography, regering, dis nou editing, en dan het hulle draaiboek. So, die regisseur was Kabous Meiring, miskien dan van die TV, sy bied prontheid aan, so sy het bykie aan daar so in gesteek en vir ons bykie gewys, hy kan iets anders ook doen, wat regtig goed lyk, weet van die clips van die trailer, dit lyk regtig mooi prentjies, jy kan sien hulle het geniet om te gaan skiet, hulle het mooi footage daar, die boe daar achter, hier op 'n bicycle, daar in 'n kar, jy kan sien hulle het regtig geniet om die film te skiet, van die oogpunt wat ek nou op die trailer sien. So, lyk vir my, Panima het bykie moeilikheid, dat van die trailer kan aflei, en sy gaan weg, en gaan soek rus, en wil haar kop skoon kry, en dan raak sy verlief op iemand anders, wat ook sy kop gaan skoon kry daar. Maar weet jy, ek geniet die movies, ek love die movies, vrydag aandjie te sit, te kyk, of uit te gaan, bykie die vrou te treat, ach, dis nice, hulle moet ook al wees, en Hollywood het ek, helse klomp van hulle, so ons Afrikaanse filmindustrie kan ook malle maak, en as jy terug gaan in die 80s en die 70s, is ook een hele paar van hulle gemaakt, vroeg 90s, ok, vroeg 90s is nie so baie flinks gemaakt, maar in die 80s was daar hele paar gewees. Laat weet my of julle om gaan kyk, wat denk julle van die trailer, vir my lyk het regtig baie funny, en dan gaan selfs ons weer.